Ik ben Erik Beers, ik ben voorzitter van de Vereniging Elektrisch Rijders. En ik wil de stem zijn voor de elektrisch rijders en de geïnteresseerden. Ja, om elektrisch rijden duidelijk op de kaart te krijgen voor ook de particuliere markt. Nederland heeft het onwijs goed gedaan als het gaat over zakelijke markt. Daar is goed geïnvesteerd. Daar heeft de overheid het goed zijn best gedaan. Daar hebben we gemiddeld zeg maar, €30.000 geïnvesteerd. En nu willen we... gelijk als Frankrijk, België, Noorwegen, Amerika, die allemaal hebben aangetoond dat je ongeveer €7.500 nodig hebt om het gat tussen een volledig elektrische en een standaardauto te overbruggen. Voor maximaal zeg maar, 3 jaar hebben we zo'n soort bedrag nodig om EV echt bij de consument te brengen. En dat zien wij als Vereniging van Elektrische Rijders duidelijk als ons doel voor 2016. Koos Burgman, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. Wat wij samen met de leden gaan doen is kijken wat er in de branche gebeurt en of de branche klaar is om elektrische auto's te verkopen en ook te onderhouden. Dat willen wij zien, dat willen we bewezen zien en daarom gaan wij ook mystery guests en mystery shoppers langs de bedrijven laten gaan. Dat zijn onze eigen leden die kijken of bedrijven er verstand van hebben en of ze met veel passie en enthousiasme een elektrische auto kunnen verkopen en onderhouden. Kijk, en als die bedrijven dat heel goed doen, dan gaan wij ze natuurlijk prijzen. En dan gaan we ze natuurlijk een enorme veer opsteken. Als ze het niet goed doen, krijgen ze het ook van ons te horen. Dat zullen we op een vriendelijke manier doen. Ik ga in 2016 het EV-gala organiseren. Een EV-gala wordt een branchebreed groot event waarin we alles rondom EV gaan awarden. Dus de beste EV-rijder, de beste EV-gemeente, de meest bezochte EV-paal, de beste EV-dealer. Maar ook, we gaan ook naming en shaming doen. Welke paal wordt moederziel alleen gelaten altijd. Bij welke gemeentes lukt het echt niet om een laadpaal aan te sluiten? Welke EV-rijders doen echt niet de goede dingen met de EV's? We gaan alles onderzoeken wat het beste EV-merk is. Waar onze EV-rijders de beste resultaten bij halen. Waar ze het meest tevreden over zijn. Het wordt een branchebreed groot congres waar ook de EV-rijder een prominente plek zal krijgen. Ik ben Hans Blink, als lid van het bestuur van de Vereniging van de Elektrische Rijders ga ik in 2016 voornamelijk organiseren dat onze leden de gelegenheid krijgen om uitgebreid nieuwe modellen van elektrische auto's en ook hybrides te testen en hun bevindingen openbaar kunnen maken en kunnen delen met andere leden van de Vereniging van de Elektrische Rijders en daarbuiten natuurlijk. Mijn naam is Arne van der Steen, secretaris van de Vereniging Elektrische Rijders. En in 2016 ga ik samen met de leden zorgen dat we alle informatie rondom elektrisch rijden verzamelen. Waarbij we onder andere de mythes die er bestaan over elektrisch rijden gaan ontmaskeren. Maar we gaan ook de total cost of ownership bepalen en reëel in beeld brengen. En ervoor zorgen dat iedereen die geïnteresseerd is in elektrisch rijden, alle potentiële elektrische rijders te maken krijgen met de objectieve informatie en die terug kunnen vinden bij ons op de site. Mijn naam is Vincent Everts, ik ben bestuurslid bij de Vereniging Elektrisch Rijden. Voor 2016 wil ik me inzetten dat de stem van elektrisch rijden elke keer in de pers tevoorschijn komt. Dat we altijd laten weten hoe de leden erover denken, wat belangrijk is, wat er verandert. Ten tweede wil ik zorgen dat we overal meetings hebben, overal in de provincie, en dat elektrische rijders en geïnteresseerden elkaar ontmoeten en elkaar enthousiasmeren. En ten derde wil ik ervoor zorgen dat we 10.000 leden hebben aan het einde van het jaar. Daar heb ik iedereens hulp bij nodig. Dus help me daarbij, we hebben gewoon een goede stem nodig, overal in alle gremia. En daardoor moeten van die 60.000 elektrische rijders, moeten we er 10.000 met elkaar verzamelen, want dan hebben we een stem.